10 jaar geleden begon een programma genaamd Telekids. Niemand had kunnen denken dat dit programma zo pittig zou worden. Veel geïmiteerd, nooit geëvenaard. Weet jij de antwoorden op vragen over 10 jaar Telekids? Dan ben jij een superfan. Lekkere, heerlijke ochtend dat is met André Hazes. Dan is het alleen maar gezellig, maar we gaan nu een strijd strijden zoals we nog nooit gestreden hebben. Ja, zo zeg je dat goed. Hier komen ze uit het gele vak. Melvin en Ferrari. Ferrari. Gaan jullie staan waar jullie moeten staan? Hoe spreek ik je naam nou uit? Ferrari. Dat zeg ik. En uit het rode vak zijn Rafael en Soraya. En dat klopt. Soraya. Nou, we gaan beginnen, jongens. Hand bij de knop. Stand is nu nog 0-0. We gaan er wat aan doen. Heel veel succes, jongens. Daar gaat hij. Wat voor een kleur... Stilte, stilte. Wat voor een kleur is de broek van Gogol? Wordt gedrukt door rood. Pas. Goed geantwoord. 1 punt erbij. Jawel. 1 punt voor een vraag. Voor een fragment geven wij 2 punten. In de movie race zat een spel waarbij je je moest verkleden als 2 tekenfilmfiguren. Welke figuren waren dat? Gedrukt, Soraya, weet je het niet? Aladdin en Jasmine. Er gaat een punt over hier naar het gele team. Het staat 1-1. We gaan naar een fragment. Een fragment uit 1989. En daar is het dus onze eigen John. Heel gezellig dat je er bent, nogmaals. Leuk hoor. Ja, ik wil er wel eens van alles over weten, over jouw jeugd. Eigenlijk moet even ver teruggaan, ben ik bang. Wat zijn zo'n beetje je eerste herinneringen? Jij begint altijd vriendelijk in het programma. Nee, ja, sorry. Nou, 1937, dan noemen we het maar meteen. Het was niet zo. Toen ben ik geboren. Ja, die John Bernhard, wat was hij lekker jong, ook hij. Hij is regelmatig gast geweest in Telekids en hij speelde ook mee een keertje in Pittige Tijden. Nee, van de Weermannen heeft alleen Peter Timofeev meegespeeld. Nee, die heeft ook meegespeeld. Ja, zeg het maar. Gelijk. Ik heb gelijk. Ik moet helaas zeggen, ik heb geen gelijk. John Bernhard heeft wel gespeeld. Jawel hoor. Kijken, hier is fragment John Bernhard in Pittige Tijd. Wat voor weer zou het eigenlijk worden? Ach, dat is toevallig. Hallo, buurvrouw Linda. Oh, buurman Johnny. Ik kom je even vertellen wat voor weer het wordt, want het is niet al te best. Heb je zoveel roos of sneeuw? Het sneeuwt buiten. Het sneeuwt buiten. Hand bij de knop, jongens. Komt er weer een fragment. Daar zie ik rood heeft al eerder gedrukt. Hierheen. Houden we hem? Houden we hem? Ze zijn eruit, ze willen hem houden. Ze zeggen ze hier. Wat gaan we doen, jongens? Houden. Ze houden de aanbieding. Het zijn 2 punten en ze gaan erbij. 2 punten erbij. Het staat 3-3. We hebben ooit in Telekids de rubriek Carlos Crisis gehad. Daar loste ik van alles op. Dames en heren, ik heb een geweldige tip voor u. Originele stokpaardjes voor de cowboy van nu. Uitgevoerd in eerste klas beukenhout en perfect afgewerkt. Bruikbaar zowel binnen als buitenshuis en onder- en bovenwater. Dacht u altijd al dat de auto niks voor u was? Dan is dit de oplossing. Verkrijgbaar in 2 prachtige kleuren. Reageer snel en u krijgt 2 stokpaardjes voor de prijs van 1. Koop het stokpaard vandaag! Terug was dat, ja. Nou, je zag er lekker pittig uit. Nou, dat zeg ik even. Het was een Carlos Crisis. Dat betekende dat iemand er een probleem had. Het jongetje had een probleem. Hij wilde graag een echt paard, maar er had daar geen geld voor. Dus ze gingen dat doen dan met een stokpaardje. Dat was ook leuk. Dat is wat Irene zegt. Ik zeg dat de jongen graag een stereotoren wilde hebben. En hij had geen geld en toestanden allemaal. Dus heb ik gezegd, nou, laten we de zolder een beetje... Spulletjes van de zolder, oude spulletjes van de... Ik tuurlijk heb ik gelijk. Nee, ik heb geen gelijk. Nee, ik heb gelijk. De jongen wilde een stereo-store kopen en allemaal spullen uit de zolder hebben we toen verkocht via een commercial. Kijk maar, dit is het antwoord. Ja. Wij gaan commercials draaien. Mm-hmm. Commercials, reclames, ja. Spotjes. We pakken een paar spullen hier, mm-hmm. Waarvan wij denken van nou, dat levert wel wat op misschien. Ja. En dat gaan we chic showbiz-achtig aanpakken. En dan misschien levert het wat op. Ja. En dan krijg jij een stereo-toren.
Een vraag uit 1984 ga ik nu stellen. Oh, daar hebben wij een aanbieding. En rood drukt eerder. Luister goed wat de stand is. De stand... Luister goed, jongens. De stand is 5-3. Het staat 2 punten voor. Rood staat 2 punten voor. Wat zeg je? Weggeven. Weggeven de aanbieding. Geel gaat het spel superkeeper spelen. Dus snel naar buiten voor 3 punten. We gaan naar buiten! Als kind was ik al zo'n fan van Hans van Breukelen. En nu is dit spel, Hans van Breukelen, die keept al jaren niet meer. Maar nou ja, een soort van Edwin van der Sar, zo was dat vroeger. Nou kijk, daar staan ze. Jullie staan goed, jongens. Ik denk dat jullie iets meer nog een strategische opstelling moeten maken. Iets meer naar de buitenkant. En dan kan je duiken naar het midden, zo ongeveer. Heel veel succes, 30 ballen tegenhouden binnen 60 seconden. Ga je gang. Oh, dat gaat goed. Alles wordt nog tegengehouden. 1 bal erin. 2. 3. Oh, wat een mooie duik. Oh, er wordt ontzettend goed gekiept hier. Kijk eens even. Oh, die Melvin die duikt overal naartoe. Er zijn nu 6 ballen in. Maar kijk eens wat... Oh, nog 39 seconden. Goed zo. Je houdt alles tegen. Het is spannend. Hier. Goed zo, duiken jongens, duiken. Ah, zij kan er ook wat van hoor, zij kan er ook wat van. Er is niks op te zeggen. Hoeveel zitten er al in? Er zitten al 14 ballen in, maar je gaat lekker. Er mogen geen 30 ballen in, want dan gaat het mis. Kijk eens, nog 16 seconden. Duiken jongens, duiken. Naar de grond, goed zo. Oh, dat gaat mooi. Jullie bal zomaar stopt daar. Kijk, Melvin is echt een keeper van de eerste klas. Nog 4, 3, 2, 1. En kom, stop maar. Je hebt het gerecht. Melvin, kom eens even hier. Kom eens even hier naartoe. Ben je keeper? Nee. Wat dan? Je kan ze goed. Ja, doe je ze goed. Ja. Geen blauwe plekken, jij ook niet hier? Zere handen. Zere handen. Nou, geef een kusje op dan. Naar binnen, snel naar Irene. Irene weet alles over de tussenstand op dit moment. Het is een spannende race hier bij Superfan. Hier, kijk, heb je het logo. En dit is Irene. Ja, die zere handen die zijn ergens goed voor geweest, want er zijn heel veel punten gescoord. Geel staat op dit moment voor met 6 punten. Rood heeft er 5, dus geel, jullie gaan goed, jullie staan voor. Ja. Dus er gaat nog heel wat komen aan vragen. Hier is Carlo. We gaan verder met vraag 5, als je het goed vindt. Oké, okay, vind geweldig. Tot ziens. If Carlo, daar ben ik, in pittige tijden ooit de rol van Jeff gespeeld. Druk als je denkt dat je het weet. Waar? Ja, dat is waar. Het is inderdaad goed. 7-5. Hallo. Dit is een schilderij. Er is een jaar geweest dat de Vraag maar Raakgasten dus schilderijen maakten. Ik zeg dat dit schilderij is van Caroline Tense. Ik zeg dat het schilderij... Dat... Nee. Luister eens wat ik zeg. Ik zeg dat het schilderij van Tatjana is. Irene. Irene heeft gelijk. Het staat 7-5 voor geel. En er komen ineens alweer punten bij. Want het is goed. Ja hoor. Dat is goed. We gaan even kijken naar het bewijs. Oh, wat kan jij mooi zingen. Nou, dat is schitterend. Hoe vind je het schilderij? We willen nog even dat je handtekening eronder zet. Of je naam. Onderweg naar morgen, het leven duurt. Maak maar een leuk kleurtje, zo gezegd. Onderweg naar morgen. K-O-K-C-T. Caroline Tense was dat. En nu een vraag. Over het pittig popconcert wou ik zeggen. Rood heeft eerder gedrukt, staat 5-9. Houden, weggeven, wat zegt het publiek? Houden, zegt het publiek, we houden hem. En het staat 5-9. Ja, dat is moeilijk ook, dat snap ik. 2 punten en af. Oh, bij de tegenstander. Nee. Jullie hebben hem gehouden. Er staat 2 punten af bij de tegenstander. Dat betekent dat bij geel 2 punten eraf gaan. Dat zijn de feiten. Irene, kom eens terug. Ja? Irene, kom eens terug. Ja, hallo. Stop de muziek. We krijgen binnenkort een pittig popconcert. Je meent het. Ken je hem nog? Ja. Party's Party. Ach ja, die heeft inmiddels een baard volgens mij. Kijk even. I'm
Nou, wie heeft er gelijk? Carlo of Irene, moet je nou gokken? Irene. Ik ga zeggen dat Aaron Carter op het pittige popconcert in Utrecht zei... I love you, Utrecht. En wat zou jij zeggen? Nee, volgens mij heeft hij gezegd I love you, Amsterdam. Terwijl hij in Utrecht was, zei hij I love you, Amsterdam. I love you, Utrecht. Nee, en jullie zeggen Irene heeft er gelijk. En ik heb geen gelijk, jongens. Nee, hoor. Ja. Hij stond in Utrecht en hij zei I love you, Amsterdam. Kijk maar. Would you like to say something to all the fans? They love you so much. I love you, Amsterdam. Yes. Het was natuurlijk een kleine blamage. Een knop, ja. Oké, even stilte, de muziek mag even af. Ik ga het nu vertellen hoe het zit. Luister goed, laat je niet gek maken. Het staat 7 tegen 7, het staat gelijk, ja? Dit is nu, de beslissing die je nu neemt, is heel bindend. Melvin, kijk even je collega aan, hou er al weg even. Wie gaat het zeggen? Houden. Het is het verrassingspakket! Het verrassingspakket! Onder andere de cd van André Hazes, grote mak en grote vriend. Maar kijk, de stand is nog steeds 7 tegen 7. Kunnen we die ook een beeld geven, die stand? Heel goed. Lang geleden had Telekids een spel waarbij je je heel kwaad moest maken. Hoe heette dat spel? Dat spel heette Hulken. Er gaat een punt nu naar gele team. Dat staat 8 tegen 7. We hadden in Telekids, jongens let goed op, we hadden in Telekids ook een hele enge serie. Daar krijg je van die bobbeltjes op je arm van. Hoe heette die serie? Kippenvel. Kippenvel is goed geantwoord. 9 tegen 7. En de aanbieding. En Rob staat 2 punten achter en heeft gedrukt voor de aanbieding. Houd hem. Je weet, is er nu op of eronder? Het is bijna afgelopen. Ah, ja, ja. Het is, zijn inderdaad, jawel, ze houden hem. Dat zie je zo. Ik heb Haasjes van André Haasjes. Dat is logisch, hè? En natuurlijk de envelop. Daar zitten foto's in van André. Nou, pak nou aan, want anders laat ik alles vallen. Dat is een beetje zonde. Maar er zit nog iets in. Het is natuurlijk de super survival baan. Voor 3 punten. De teams gaan tegen elkaar strijden. Veel succes. Ga naar buiten. Daar gaan ze. Oh, wat een spannende race is dit, zeg. Ik geloof dat als Geel wint, dat we dan niet meer verder hoeven spelen. Maar dat gaat Mark, de opperbuurjongens, even voor me uitrekenen. Mark, heb je dat gehoord? Maar dat gaat hij dan doen. Daar staan ze. Ze gaan 3 punten scharen als hij als eerste de bel weet te luiden hier bij Telekids. Heel veel succes, jongens. Is erop of onder. En onthoud, je kan het maar 1 keer in je leven spelen, dit spel. En dat is nu met Telekids. Ga je gang! Als Geel deze race wint, dan spelen we niet meer verder. Dan heeft Geel sowieso gewonnen. Wint Rood, dan gaan we nog door. En daar is Geel al helemaal weg. En waar is Rood? Rood laat het zich helemaal afweten. Ach, die gaat helemaal de bochtwak in hier ook. Het is Geel. Geel gaat zeker winnen. Tenminste, ja, dat ziet er heel goed uit hier. Er is 1 iemand van Rood die er nog niet is, maar die komt er nu aan. Het gaat gelijk op. Het gaat gelijk. Alhoewel, kijk, hij is er al. En nu is het nu of nooit. Als dit makkelijk gaat, dan is Geel de winnaar. En nog een klein stukje. En ik denk dat Geel gewoon die punten gaat pakken, hoor. De winnaar is Geel! Ik heb het niet gezien, maar ik kan me zo voorstellen dat ze binnen de boel afbreken bij jou, Irene. Ik heb een live verbinding met je. Hoe is het daar? Nou, het is nu even stil omdat we even naar jou gingen luisteren, maar net klonk het zo. Die weet natuurlijk hoe laat het is. 7 punten zijn er gescoord door het rode team. Maar het blauwe team heeft nu... Of het blauwe team, het gele team heeft nu in totaal 12 punten. En zijn dus de winnaars geworden van de supervel race van vandaag.